Een goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ga vandaag naar Rotje Knor, nee, naar Rotterdam, naar 010, naar vrienden van me. En ja, ik ben al vroeg op, het is 8 uur. En om 9:30 moet ik in de trein zitten. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Dus ik neem u helemaal mee met de treinreis in Rotterdam. Ja, dus het wordt een leuk filmpje. Niet zo saai als de laatste tijd. Wat heb ik als ontbijt? Nou, ik heb als ontbijt heb ik komkommer omwikkeld met kalkoenfilet 2 en 2 met kaas. Dus dat is mijn ontbijtje. En dat ga ik nou doen, want anders ben ik te laat voor de tuin of zo. Het is ook koud. Ik zit hier in mijn t-shirt. Ik ga gauw een vest aantrekken. En dan ga ik richting de trein. Ik zie u later. Ik ben al op het station Kalks aan Dijk. Dus ik ga even wachten op de trein hier. Ik zit in de trein richting Vlaanderdijk. Dan moet ik overstappen en dan gaan we naar Dordrecht. In de stoptrein die zal rijden naar Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal. Ik zit nu in de trein naar Dordrecht. Overal een half uur ben ik hier in Schiedam. Ja, je kan het uitbreiden, maar dat lukt niet altijd. Ja. Ik ben hier samen met Martijn in de metro van Rotterdam. Maar het duurt hier alleen wat langer dan in Amsterdam. Voordat die trein komt. Dit is Tijn. Hoi. Dus we gaan naar de, hoe heet het ook weer? De markthal. De markthal. De groentehol. Grot. Oh, grot. Nou, daar komen we dan dus. Het is zaterdag en we gaan zaterdag zonder doen naar de markt, dus ook in Rotterdam. Loop ik hier nou over de markt? Ja, okay. Goedenavond dames en heren, ik sta hier in een vreemde keuken, niet mijn eigen keuken. Ik sta in Rotterdam, ga ik hier koken en wat ga ik maken? Ik ga een pizza maken en dan zet je een pizza. Ja, maar niet van deeg, maar van bloemkool en een ui. Ik zeg, dit heb je nodig om een pizza te maken. Bloemkool kook je 5 minuten, dat die nog lekker hard is. Dan stamp je hem helemaal fijn. Samen met de ui. En ja hoor, daar is hij ook weer, de knoflook. En vanavond hebben we chips. En die maak ik van pastinaak, die schil ik eerst. En dan hele dunne plakjes met een dun schiller. Dan een beetje snijden. En dan in het frituur, in de olie. En dan heb je heerlijke chips. Dus ik zie u zo meteen aan tafel. Oh. Wacht even, we hebben niet opgenomen. Dit is de pizza. De bloemkool is helemaal fijn gestampt. De ui ook. Kun je met een staafmixer doen. Of je kan het met de hand doen als je geen staafmixer hebt. Maar dan is het even wat langer werk. Dus. Maar hij gaat nu 20 minuten de oven in.
En zo komt hij eruit. Ziet er redelijk uit. Kantjes zijn krokant. De bonen weet ik niet. Dus dat merken we wel. Ja, ik kan het zien. Zit ik zo een beetje in mijn beeld? Je ziet wel een beetje aan de lage kant. Zo? Ik zie weinig verschil. Nee, de camera is kant en dan naar beneden. Juist. Je nou een klein stukje naar boven. Oké. Okay. Nee, de camera weer iets anders omkant. Nou, iets te veel kant. Ja, zo, dat is perfect. Oké. Okay. Ja. Nou, dan zitten we nu aan tafel in een wildvreemd huis. Tenminste voor mij. Niet voor Martijn. Ja, wat hebben we gedaan? We zijn vandaag naar die groentehol geweest. Groentegrot. Naar de GG. En we zijn even de markt over geweest en dan hebben we dit gehaald. En ja, volgens Martijn smaakt het best. Dus, dit is wat we aan het eten zijn. Dus ik ga nou eten, want het is anders is het koud. En dat heb ik geen zin in.